Tijdens een sollicitatiegesprek is er één vraag die altijd gesteld wordt, maar die bijna niemand goed voorbereidt. En dan heb ik het niet over de vraag, wil je koffie of thee? Nee, dit is een vraag waarbij jij de inhoud van het verdere gesprek kunt bepalen. De vraag, maar vertel eens iets over jezelf. Het lijkt een hele simpele vraag om te beantwoorden, maar dit is het niet. Je kunt alle kanten op. Je kunt vertellen over je gezinssituatie, je arbeidsverleden of je hobby's. Maar misschien denk je, maakt het antwoord op deze vraag echt uit? Ja. Een sollicitatiegesprek duurt al snel een half uur tot een uur. En wanneer is de aandacht het hoogste tijdens dit gesprek? Aan het begin. En welke vraag wordt er altijd gesteld aan het begin? Juist, deze vraag. De kans is dus groot dat degene met wie je het gesprek voert jouw antwoord goed zal onthouden. En bovendien zie je dat er vaak doorgevraagd wordt op het antwoord dat je geeft. En daarmee kun jij het antwoord op deze vraag het gesprek sturen.